Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, heeft een overzichtelijk schema opgesteld die moet bijdragen aan het implementeren van een beter jeugdbeleid. Dit concept hangt samen met het installeren van een jongerenraad die ter vervanging van het Nationaal Jeugdparlement moet dienen. Volgens AWJ-minister Stephen McAndrew is het belangrijk dat er een jongerenraad is die de brug moet vormen tussen de jeugd en de beleidsmakers. De voorbereidingen voor de verkiezingen werken we ultimo maart open te houden. Lopen goed. Het zullen online verkiezingen worden. Dat is de eerste keer dat dat zal gebeuren in Suriname. Maar we zijn ervan overtuigd dat het toch wel een goede wijze zal zijn voor de jongeren om hun stem uit te brengen op hun vertegenwoordigers. We willen zaken die zijn fout gelopen bij het Nationaal Jeugdparlement voorkomen. Door onder andere te focussen op het profiel waaraan de Surinaamse jeugdvertegenwoordigers zullen moeten voldoen. En een van de zaken is dat we ze nu resorten zullen toewijzen waar ze actief in zullen moeten blijven. Elk jaar zullen ze feedback moeten hebben met de jongeren van die resorten. Zodat jongeren uit de resorten ook hun wensen en grieven kenbaar kunnen maken aan hun jeugdvertegenwoordigers. Zodat jongeren uit die resorten ook kunnen hun jeugdvertegenwoordiger kunnen informeren over de issues waarmee ze zitten. De terugkoppeling van de jeugd naar de jongerenraad is volgens de bewindsman belangrijk, omdat het ministerie beter beleid zal kunnen maken met de verkregen informatie. Er is daarom bewust nagedacht over de indeling van deze nieuwe raad, omdat er zoveel als mogelijk een persoonlijke band moet worden gecreëerd met de jeugd. En de jeugdvertegenwoordigers kunnen dan op basis van de resort meetings dan besluiten als Surinaamse jeugdraad wat gedaan moet worden. En daarbij dan ook het ministerie van AWJ vragen om hen daarbij te ondersteunen of beleid op, los te laten op de issues die geïdentificeerd zijn geworden door de jongeren uit de resorten zelf. Met de installatie van deze jongerenraad tracht het ministerie een betere invulling te geven aan de participatie binnen het jeugdbeleid.